want het is natuurlijk ontzettend een eer als je door een andere discipline uit het theatervak gevraagd wordt. Wat je niet verwacht, dat is op zich heel erg leuk. Ik bedoel, wij hebben zelf vooral als duo gewerkt in verschillende programma's. Eerst met z'n tweeën tot aan 20 mensen toe, eigen producties. Maar we hebben ook met symfonieorkesten gewerkt. We hebben ook toneel gespeeld bij het Nationale Toneel. Dus waarom niet ook nog met het Nationale Ballet? Daar denk je niet zelf aan. Wat het leuke is natuurlijk dat we later ook hebben vernomen dat Alex zei, zijn wens was om Don Quixote nou eens niet met twee oudere dansers die niet meer dansen, maar nog wel de karakterrollen kunnen spelen. Maar hij had tegen Ted al 2 jaar geleden gezegd van, ik zou zo graag eens met 2 acteurs willen proberen. Dus om die verschillende werelden waar wij uitkomen, In die discipline van het theater, om dat, die combinatie te zien met ballet, vind ik heel bijzonder. We hebben dat uiteindelijk na het zien van en ook in december al met Alex zei wat gewerkt te hebben. Hebben we goed aan elkaar dingen gezegd en de manier van werken, wat voor mensen, je weet ook niet hoe hij in elkaar zit, maar dat klikte meteen. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, dat wij ook een bepaalde vorm van ruimte krijgen om mee te mogen denken in hetgeen wat hij bedacht heeft, wat hij ons wil laten doen. En dat werkt voortreffelijk. Nou, dat vind ik op zich is dat natuurlijk ook heel spannend als je eerst hier met een klein groepje zit te repeteren. En hoe valt het nou in zo'n grote groep? Zo er bovenop zitten bij die dansers vind ik toch ook wel een geweldig moment om mee te maken. Mijn broer heeft jarenlang in het balletorkest gezeten, 25 jaar, dus ik ben wel vaker naar balletten gegaan. Dat is alleen maar om hem solo te horen spelen, maar toch ook om die droomwereld van de dansers te zien. En dan kom je nu, word je er echt op de feiten gedrukt dat het toch een prachtig vak, maar wel bikkelhard is voor die dansers, vind ik. Wat hier toch bij de dansers gebeurt, dat vind ik toch wel heavy hoor. Geweldig dat je iedereen zover kan krijgen. Maar de processen lopen fantastisch. En zeker de ochtenden als we samen met hem de dingen, de scènes in elkaar aan het zetten zijn. Dan is het met heel veel inspiratie kunnen we dan aan de slag. En ik loop weer te zweten. Ik ben heel fysiek bezig. En dat is heerlijk om te doen. En dan de ontdekking ineens met die hele groep met 50, 60 dansers om je heen. En dan denk ik, hallo, hoe zat het ook alweer? En ja, dat is een hele, hele leuke en een fijne ontdekking om op deze manier ook theater te kunnen maken.